Kan ik beleggen voor mijn zoon van 5? Ja, heel goede vraag. Ik vind het ook top dat je vraagt, kan ik beleggen voor mijn zoon van 5 en niet kan ik sparen voor mijn zoon van 5? Sparen voor jonge kinderen is meestal niet zo interessant, want ze hebben nog een heel lange beleggingshorizon. Dus vaak is het slimmer om dat geld te gaan beleggen in plaats van te gaan sparen. Nu, er zijn verschillende manieren waarop je het kunt aanpakken. De eerste manier die veel mensen doen, is gaan beleggen voor hun kind bij de bank. Kan perfect, maar dan moet je wel rekening houden met een aantal kosten. Instapkosten, beheerskosten, eventueel uitstapkosten. Dus vaak valt dat resultaat na een aantal jaar dik tegen. Een andere manier is om te zeggen, oké, ik maak een rekening aan op naam van mijn kind bij een broker en ik ga zelf beleggen voor mijn kind. Kan perfect, kan niet bij alle brokers. En dan heb je volledige controle over de beleggingsportfolio en een stukje lagere kosten heel vaak dan bij de bank. Derde optie is om zelf te gaan beleggen voor je kind. Dus geen specifieke rekening op naam van je kind aan te maken, maar het in eigen beheer te houden. En op de 18e verjaardag of later een schenking te gaan doen aan je kind. Nu, in dat geval zou ik wel even overleggen met je notaris, want bij schenkingen zijn er een aantal formaliteiten waaraan je moet voldoen en een aantal dingen dat je moet weten. Dus als je zelf zou willen beleggen voor je kinderen, kom dan aan mijn gratis online masterclass waar ik jou toon wat dat de precieze stappen zijn om te starten met beleggen voor jezelf of voor je kinderen. De link daarnaar die staat bij deze video of gewoon in mijn profiel.